Welkom allemaal. We hebben u uitgenodigd voor een persgesprek, want het is zover. We zijn eruit. Het is de bedoeling om dit bestuursakkoord aanstaande dinsdagavond te bespreken in de gemeenteraad. En dinsdag is dan ook de voordracht van de wethouderskandidaten. Het team van wethouders is bijna compleet. Want de kandidaat van Altena Lokaal heeft zich om persoonlijke redenen teruggetrokken. Altena Lokaal zal op korte termijn een nieuwe kandidaat voordragen. En de andere partijen hebben er vertrouwen in dat dat zal lukken. Zodat de vijfde wethouder op heel korte termijn ook geïnstalleerd kan worden en het team compleet is. De keuze om nu wel met vier wethouders te starten komt voort uit het gevoel van urgentie om in de nieuwe gemeente aan de slag te gaan. Er is genoeg te doen. De burgemeester is ook maar alleen. Dus aan de slag met een college. Voor het CDA staat niet de raad centraal, maar staat de inwoner centraal. Daar doen we het voor met elkaar. Maar het is wel een heugelijk feit dat we hier met elkaar zitten. We zijn blij met onze coalitiepartners. Een mooie mix van alle partijen. En daardoor ook een breed draagvlak binnen onze gemeente. We gaan als CDA voor een sociaal duurzame coalitie. Ook voor de economie. Waarbij onze agrariërs zeker niet vergeten mogen worden. En te denken de watergebonden economie. Maar ook oog voor de zwakkeren binnen Altena. En we zijn ons er bewust van, als CDA, maar ook als coalitie, dat we rentmeesters zijn van deze aarde. We hebben een stevige duurzaamheidsparagraaf. En een fonds. En het begint bij bewustwording, besparen en kijken naar de bestaande woningvoorraad om te beginnen. Waar we ook blij mee zijn als CDA zijn met de dorpsbudgetten. En dat we woningbouw naar behoefte in de kernen gaan doen. Ik ben er trots op om als CDA twee wethouders te mogen presenteren. We hadden een hele mooie uitslag. En die uitslag hebben we ook om kunnen zetten. En daar zijn we heel blij mee. En we doen het voor de burgers, hè, met twee wethouders. En de twee wethouders zitten naast me aan de linkerkant. En dat is misschien verrassend. Ronald van Vught en Matthijs van Oosten. Ik vind het heel bijzonder om in de gemeente waar ik geboren en getogen ben, in dit gebied, in dit prachtige Altena, om daar een bestuurlijke rol te mogen vervullen. Ik vind dat buitengewoon eerzaam. Ik zeg er ook bij, ik vind het ook spannend, want het is voor mij een nieuwe rol. Maar ik heb er ontzettend veel zin in. En ik weet, dames en heren, dat het niet gebruikelijk is, of dat het misschien gebruikelijk is dat politici veel beloven. Ik wilde dat maar niet doen. Maar aan één belofte mag u mij in ieder geval wel houden. En dat is dat ik vanaf nu voor Altena mijn stinkende best zal doen om er iets moois van te maken samen met mijn collega's. Mijn collega wethouders. Ook samen met de gemeenteraad. Samen met de ambtelijke medewerkers. En heel belangrijk, samen met onze organisaties in Altena en onze inwoners. Want wij realiseren ons dat alleen samen we van Altena succes kunnen maken. En we zullen het ook echt samen moeten doen. Zeer trots dat ik hier mag zitten namens mijn partij. En dat ik als kandidaat wethouder ben voorgedragen. En heb er zin in om de komende jaren ook voor de gemeente Altena aan de gang te gaan in het eerste college van Altena. En een mooie portefeuille gekregen. Met daarin alles rondom bedrijven, werk, verkeer en vervoer. En er zitten natuurlijk een aantal speerpunten in. Te denken aan de haven in Werkendam. Maar ook het manifest De Kracht van Altena, die meer en verder uitgebouwd zal moeten worden. Rondom de kringloop en de circulaire landbouw die wij hier in onze proeftuin in Altena willen gaan vormgeven. Maar ook zeker de bereikbaarheid van Altena als het gaat om het openbaar vervoer en dat soort zaken. En ook het onderliggende wegennet, wat wij toch wel met sluipverkeer vaak zien dat vastloopt. Eentje die ik ook niet ongenoemd wil laten vanuit mijn portefeuille, het kerngerecht werken. Er werd net al even aan gerefereerd over de kernbudgetten, dat is één van de zaken. Maar ook de icoonprojecten zullen in die zin een vervolg krijgen dat dat meer de standaard manier van werken wordt. We willen graag van buiten naar binnen werken, ophalen bij de inwoners en bedrijven, hun veel meer mee laten praten en op die manier ook onze visie en beleid gaan bepalen. En het is mooi om daar als wethouder ook mijn rol daar in te kunnen gaan vervullen. Ook met de dorpsraden die er al zijn, gaan we weer actief mee aan het werk. Maar ook andere vormen van contact hopen wij met al onze inwoners weer
te krijgen en ook op die manier hun te ontmoeten, te verbinden en iedereen te bereiken, zodat we datgene kunnen gaan doen wat zij graag willen. Eerst even kort ingaan op het bericht van mevrouw Van Haften in aanvang even. Die gaf het al aan dat onze kandidaat wethouder heeft op het laatste moment om privé persoonlijke redenen af moeten zien van de kandidatuur. Altena Lokaal zal zeer binnenkort deze opengevallen plaats invullen om dit college compleet te maken en vol aan de slag te kunnen gaan. Met betrekking tot het bestuursakkoord kan ik namens onze hele fractie zeggen, bestuursakkoord en onze coalitiepartners, dat wij daar zeer content mee en over zijn. In goed overleg, zoals mevrouw Van Haften dat al zei, in een goede sfeer tot stand gekomen. Een bestuursakkoord wat ons betreft op hoofdlijnen en passend in het partijprogramma van Altena Lokaal. Ruimte laten voor wat er op ons afkomt in onze nieuwe prachtige gemeente. Wij presenteren met trots, ook als SGP-fractie samen met andere partners, het verkiezingsprogramma Samen bouwen aan een kernachtig Altena. En dan met de prachtige ondertitel In Brabant gaat er niets boven Altena. Wat overigens de credits vooral helemaal aan onze burgemeester gaan. Samen bouwen, daar zit samen in, bouwen. Vooral dat samen bouwen, het samen redzaam zijn. Voor de SGP is daarbij ook erg belangrijk. En ook voor de andere partijen. Dat komt ook duidelijk in het bestuursakkoord ook aan de orde. Is dat er ook een vangnet is voor de mensen die niet mee kunnen. Voor de zwakkeren in de samenleving. Wat voor ons ook buitengewoon belangrijk is, ook een herkenbaar SGP-punt. Dat is ook een veilig Altena. Er zal keihard worden opgetreden, ook tegen drugsgerelateerde criminaliteit en tegen ondermijning. Kortom, er zijn allerlei aspecten die we vanuit ons verkiezingsprogramma, en anderen hebben dat ook al aangehaald, de sfeer in de onderhandelingen was buitengewoon goed. Er werd naar elkaar geluisterd. En dat heeft dus geresulteerd in dit mooie verkiezingsprogramma. Mijn collega's zeiden het al dat het verrassend is om hier te zitten. Dat geldt voor mij misschien nog wel meer dan voor de beide CDA-collega's en de collega die nog volgt. Ik ben inderdaad met 10 jaar heel veel plezier wethouder in Sliedrecht namens de SGP ChristenUnie. We hebben daar een samenwerkingsverband. Maar je kijkt dan wel eens verder. En we zijn inderdaad, Theo gaf dat al aan, bij elkaar op het spoor gekomen. We hebben hele prettige gesprekken gevoerd. Ik heb ook veel gesprekken gevoerd met mijn potentiële collega's en de fracties. En dat heeft mij echt gesterkt in mijn overtuiging dat hier voor mij echt een hele mooie toekomst ligt. Ik breng inderdaad de nodige bestuurlijke ervaring mee. Voordat ik wethouder werd, ben ik ook 10 jaar raadslid geweest. Had ook in de Drechtsteden een rol. Drechtsteden is onze samenwerking van 7 gemeenten rondom Dordrecht. Ook daar bouw je een netwerk op wat je meeneemt ook in je nieuwe rol. De portefeuille die ik ga krijgen sluit daar ook op aan. Er is veel te doen op het gebied van financiën. Afgelopen jaren ben ik ook wethouder financiën in Sliedrecht geweest. En ook in de regio trouwens heb ik een aantal dingen op het gebied van bedrijfsvoering gedaan. Ja, die ervaring neem je mee. Ja, wat doe je dan in Altena? Want die vraag die zal er ook zijn. En in een hele willekeurige volgorde heb ik heel spontaan uit mijn hart 4 dingen opgeschreven. Dat is het gebied. Trek me aan. Het ligt aan de rand van het stedelijk gebied, maar heeft ook heel veel landelijks in zich. Die mix vind ik heel mooi. De ambitie die ik ook geproefd heb, niet alleen bij mijn eigen fractie, maar eigenlijk bij de hele raad, om er met elkaar wat van te maken, spreekt mij ook aan. Ik ben echt niet iemand die graag op de winkel past, maar die graag doorbouwt. Nou, er is genoeg te doen wat dat betreft. Ik werk ook graag samen. Ook een punt wat Theo heeft genoemd. En dan niet alleen samen met mijn collega's en samen met de raad, maar zeker ook samen met de inwoners van deze mooie gemeente. En als laatste realiseer ik me, als je wethouder van buiten bent, dat de lat hoog ligt. Er wordt naar je gekeken, er wordt op je gelet. Nou, u kunt ervan overtuigd zijn, dat heb ik ook uitgesproken in de richting van mijn collega's. Ik wil me echt verdiepen in dit gebied. U gaat me ook regelmatig buiten tegenkomen. Kortom, ik heb er heel veel zin in. Ook Progressief Altena is uitermate gelukkig met hetgeen nu op tafel ligt. Hè? Het bestuursakkoord waar we de komende 3,5 jaar ongeveer met z'n allen kaart aan gaan trekken. Het is een akkoord op hoofdlijnen wat nog heel veel inkleuring zal gaan krijgen. Maar voor Progressief Altena in ieder geval ontzettend belangrijk en prettig ook om te zien dat het een...
een hele sterke duurzaamheidsparagraaf heeft. Waarin ook iedereen mee kan doen. Hè. Dat is voor Progressief Altena natuurlijk een fantastisch punt. Maar wat ook breed gedragen werd bij de partijen die in de onderhandelingen plaatsgenomen hebben. Iedereen moet mee kunnen doen. Of dat het nou op het verduurzamen van Altena zit. Of dat het zit op het meedoen in de samenleving zit. Altena is samen redzaam. Ik denk dat daar het belangrijkste woord in zit. Waar eigenlijk alles in samen te vatten is. We zijn heel blij dat dit bestuursakkoord nu op tafel ligt. Dat er volgende week een raadsvergadering is. Waarin wij als kandidaat wethouders worden beëdigd. Dat hopen we althans. Wat Christian net zei, dat kan ik alleen maar onderschrijven. En ik bedacht me ook van wat ik ook erg mooi vind in het bestuursakkoord. Is dat de toekomstvisie Altena de rode draad is. En die toekomstvisie is in de afgelopen jaren door onze inwoners gemaakt. En Matthijs zei ook al iets over die icoonprojecten. Dat eigenlijk de manier van werken moet worden van de nieuwe gemeente. We hadden Jan Robmans die laatst op bezoek. En die had het over struikelend leren. Dus dat lukt soms niet in één keer. Maar als je elkaar vasthoudt, dan kom je ergens. En dan wordt het ook beter. In die toekomstvisie wordt gesproken over veelzijdigheid, over duurzaam en over zelfredzaamheid. En ik vind het wel mooi dat wij in het bestuursakkoord die zelfredzaamheid ook, daar hebben we het ook over. Maar we hebben het vooral over samenredzaamheid, ook door mijn collega's al veel genoemd. Dat is ook de beoogde portefeuille. Altena samenredzaam heeft natuurlijk alles te maken met het sociaal domein en de cultuur. Portefeuille, cultuur en erfgoed. En daarbij moest ik ook denken van ja, wat is de cultuur van Altena? Nou, naast al het landschappelijk schoon dat we hier vanuit dit gemeentehuis heel goed kunnen bekijken. Is dat ook het samen zorgen voor elkaar? Dat is toch wel heel erg kenmerkend voor dit gebied met heel veel vrijwilligers die ik denk wel de ruggengraat vormen. En ik hoop me daarvoor in te mogen zetten als een van de bestuurders van de nieuwe gemeente Altena. Home Alone is voorbij. Want zo voelt het wel een beetje. Home Alone. Samen met de secretaris, helemaal alone was ik natuurlijk niet. Samen waren wij dat college. We hebben 3 keer vergaderingen samen gehad. Nog 1 keer dinsdag. En dan hopen we echt met een compleet team, een complete ploeg, een enthousiaste ploeg die een heel mooi akkoord hebben gemaakt, verder te gaan. Ik kijk er enorm naar uit. Ik heb een aantal gesprekken met de mensen gehad. De inhoud van het akkoord ken ik. Het ziet er goed uit. Het zit heel dicht bij de ambitie van de raad uitgesproken eigenlijk in de toekomstvisie, wat ook al door mevrouw Jorritsma is gezegd. Nou, dat is heel erg belangrijk, want dan neem je ook de bevolking serieus. Die heeft signalen afgegeven hoe ze om willen gaan met Altena. En het is fijn dat deze 4 partijen dat in een aantal mooie ambities hebben opgeschreven. De lat ligt hoog op alle fronten. Ik snap dat er ook door de niet-collegepartij hier in de zaal aanwezig gretig zal worden gekeken. Wat staat erin? Ook wat wij belangrijk vinden. Wat staat er niet in? Laat de democratie ook zijn werk binnenkort doen. Maar eerst en voor alles trots op de club. En ik zou toch echt wel willen afsluiten met een groot applaus voor de dame die dit hier mogelijk heeft gemaakt om uiteindelijk en in de informatie en in de formatiefase dit te regelen. Brigitte, hartelijk bedankt.